Als de toerist niet naar Helmond komt, dan moet Helmond maar gewoon naar de toerist. Stadskunstenaar Rocco Verdult uit Helmond wilde zijn stad deze zomer op de kaart zetten. En zette daarom een actie op. Hij deelde de plaatsnaambordjes uit, die je wel kent. Die blauwe bordjes met de witte letters van Helmond. En vroeg mensen om die mee te nemen op vakantie. En dan een mooie foto op locatie te maken. Bijvoorbeeld bij de, de toren van Pisa of in de Pyreneeën, waar je dan ook bent. Nou, vakantie is voorbij. Het project ook. Rocco hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Prachtige dingen uh, teruggekregen aan foto's. Ja, uh, gisteren was inderdaad de laatste dag van de actie. En we hebben echt uh, hele mooie dingen teruggekregen. Ik ben elke keer weer verbaasd wat de Helmonders ermee gedaan hebben. Ja. ja, hele leuke dingen. Noem ja. eens een voorbeeld, uh, Rocco. Wat is nou Noem een plek voorbeeld. waarvan je zegt, nou wauw. Ja, eens even kijken. Nou, uh, er hebben mensen uh, foto's gemaakt in New York. Uh, als het goed is, dan heb je daar beelden van ook. Maar uh, New York, Lombok... Uh, de steppen van Mongolië, uh, maar ook gewoon op de Veluwe. Of heel creatief in Helmond zelf. Uh, maar er zat zoveel uh, diversiteit in. Het is heel moeilijk om er een selectie uit te maken. Ja. Maar misschien gaan we dadelijk wat zien. Ja, ja, volgens mij zien we hier wat. Ja, uh, anders ook online gaan we ze nog wel plaatsen. Ja, Hel ja, ja. Helmond zijn de hele wereld over gegaan als ik het zo hoor. Ongelooflijk inderdaad. Ja, ja mensen gaan op vakantie. Ja, deze vind ik op zich wel erg leuk, deze foto. Ja, waar is dit? Uh, dit is, uh, even kijken, dit was Corsica geloof ik. Het is een soort van baai die we zien. Ja. Eh, met, met een rotspartij op de achtergrond. En dan een graai ja, er, of ja. een raaf. Ja, dat is wel heel leuk. Dus die raaf die kijkt dan toevallig op dat moment in de camera. Vind ik wel een geweldige ja. shot. En het leuke verhaal hiervan is: Dit is een gezin, en die had een heel verhaal eh, ook ingestuurd. Bij de foto's waarbij stond: van ja, we hebben zo vaak foto's gemaakt in het landschap en uh, heel vaak hadden we te maken met wind of regen. Dus we hebben zelfs, mijn zoontje heeft zelfs een touw vastgemaakt aan het kleine bordje, zodat we het elke keer recht konden houden als foto's oh, maken. Fantastisch. Waren. Dus er zijn echt ontzettend veel leuke verhalen gekoppeld aan, uh, aan de actie nu. Maar kan je dus de conclusie trekken dat de Helmond er eigenlijk heel trots is op Helmond? Ik bedoel, als je zoveel moeite doet om, om dat op die manier uit te dragen. Ja, er wordt veel over Helmond gemopperd hè, door de rest van Brabant. Nou, ik, ik, ik kan je zeggen: ik heb het zelf nu een beetje ervaren. Ik ben nu een half jaar stadskunstenaar. En als je het zegt tegen iemand, dan sta je eigenlijk al sowieso een minuut te wachten tot ze eerst alles gaan zeggen wat ze van Helmond vinden. En dan pas kun je echt uh, uh, ja, zeggen wat er in die stad gebeurt. Maar dan moet je dus eerst eigenlijk een soort bufferzone opbouwen. Totdat je tot de kern kan komen. En ik kan me dus helemaal voorstellen dat de Helmond er op een gegeven moment ook denkt van ja, ik heb helemaal geen zin meer om over Helmond te praten. Het dus schijnt altijd het verhaal van de trainingspakken, uh, asociaal gedrag, weet ik het allemaal, uh, werkeloosheid. Dus ik wilde toch iets doen waarbij we konden zeggen van hey, uh, we zijn trots op Helmond, want er gebeurt ontzettend veel moois in die stad. We hebben foto's vanuit heel de wereld met Helmond plaatsnaambordjes erop en de een nog mooier dan de ander. Maar kunnen we ze ergens ook allemaal gaan zien? Gaat er iets van een tentoonstelling komen of zo? Want dit is hartstikke leuk. Ja, het is inderdaad ontzettend leuk. Uh, daar wilden we van tevoren nog niks over zeggen. Nee. Omdat je nog niet weet wat je binnenkrijgt. En we hebben echt ontzettend veel mooie dingen binnengekregen. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat we er nog meer mee gaan doen dan alleen deze actie. Dat was niet het hoofddoel van deze actie. Het hoofddoel was om uh, eigenlijk de trots van de helm om te bundelen. Uh, maar het kan zomaar zijn dat we inderdaad zeggen: van laten we een expositie van maken. of een boek. of misschien wel een serie aan Het zou zomaar kunnen. Het zou hartstikke leuk ja, zijn. Het zou heel leuk ja. zijn. Ja, ja inderdaad. En, uh, het is inderdaad heel divers wat er ingezonden is. Ja, zoals je ziet: uh, hier is New York. Ja, ja, ik vond. Ik vond, ik vond uh, er is er eentje, die, ik zag hem net voorbij flitsen. Um, en die vind ik ook erg mooi. Je hebt in Amsterdam bij het Rijksmuseum. I Amsterdam. Ja, ja, ja. En, en dan I am. En dan Sterdam was weggevaagd. Ja, ja, I am Helmond. Ja, I am Helmond. Kijk, in Europa. Ja, 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 ja. En, uh, ja het, is, het is gewoon geweldig. Ik heb verhalen gehoord van uh, mensen die inzenden en zeggen: Ja, ik uh, ben op vakantie geweest drie weken lang. Met het bordje ook. En elke dag als we weer. De, ja erop uitging en zei mijn zoontje het eerste wat hij zei was: vergeet het bordje niet. Ja, ja. Weet je, dat soort dingen. En uh, ja, gewoon geweldig. Oh, dat, zei, dat, dat zijn gewoon hele mooie momenten. Er is een ander verhaal van uh, een meisje in Kroatië die wilde een foto maken op een boot met 40 toeristen. En op het moment dat ze dat aan het neerzetten was, sprongen er vijf man op die zeiden, wow, wij komen ook uit Helmond. Ja. Oh, dus je krijgt gewoon, ja, <laughs> verbinding ontstaat er, eh, ergens ja, anders oké. op de wereld. Je moet er iets mee doen. Ja. Rogo, dan moet het de komen, ja, En komen. Want we, we het kijken. allemaal ja. zien. Dat ja. Ja. lijkt ons fantastisch. Of een boekje, of weet ik het wat. Maak er iets moois van. We gaan boven. eerst in ieder geval een prijs uitreiken. Dus degene met de meest originele foto, die krijgt dadelijk een weekend lang luxe in het hotel Westende aan het kanaal in Helmond. Kijk, een Geweldig. home ja. sweet home. Er gaat Heel niks leuk. boven Helmond. Juist Dank voor dankjewel. komst. Prima.